Yo dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Aristot Ndunu. En het is weer tijd voor aflevering 2 van het fenomeen van de week. Dames en heren, dat is de titel voor uh, mijn serie. En er zijn een aantal guys die zeggen, yo, je hebt het uh, genakt van die en die YouTuber. Ik ga die namen niet noemen, maar ho, jongens, echt... Ik maak uh, altijd uh, ja, bepaalde content op mijn eigen manier. En omdat ik het leuk vind. Ik reviewde altijd als spelers. Het enige wat ik nu doe, is het in een jasje te stoppen. Door het gewoon een titel te geven. En echt. Ik verzin mijn titels zo blind. Gewoon echt. Ik maak mijn video, ik edit. En op een gegeven moment uh, dan exporteer ik hem. Wil ik hem uploaden. En dan verzin ik hem gewoon twee minuten van tevoren. En dan, ja, als die titel leuk vindt en aanslaat, dan uh, bij mij in ieder geval. Dan uh, geef ik die video, die titel. Als ik iets uh, of inspiratie haal uit, uh, uit een video van iemand anders, dan geef ik diegene sowieso de credits. Maak je daar maar geen zorgen over. Vandaag, jongens, we gaan even inhoudelijk. In Op de video, want de intro duurt alweer veel te lang. We gaan hartstikke lekker, jongens! 69,9k subs, volgens mij nog maar 40 abonnees of zo. Dus abonneren zou ik tof vinden. Duimpjes omhoog als je zin hebt in de serie, want het is alweer tijd voor aflevering 2. Het is een zieke totspeler. Ja, jullie hebben natuurlijk de tandmul al gezien, maar het is een zieke speler, dus ga er goed voor zitten. Je kunt me ook volgen op Instagram. Aristot een doenu, het is alleen maar liefde. Ik heb genoeg gepraat. Laten we beginnen. Yes, ja, dames en heren. Kevin de Bruyne, Sadio Mane en Aubameyang. Wat zijn dat toch voor zieke totskaarten? Maar, trouwens, 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 trouwens. Binnenkort de Guaranteed Premier League TOTS-SBC's. Als jullie die gaan doen, laat me weten. We kunnen het opnemen voor een video. Stuur mij een mailtje: aristotendunu.gmail.com. Staat ook in de beschrijving. Dus bij deze. Um, dit is mijn team, M mijn vorige team. Waar ik afgelopen weekend 29-1 mee heb gehaald. Uh, Tomori, die zagen jullie net. Dat is echt een Abnormaal goede centerback. Echt bizar. 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 Dus als je nog een centerback zoekt, Premier League die goed linkt. Haal Tomori is natuurlijk goedkoop. Het is wel zo'n Future Star kaart. Uh, we spelen voor Triple 2. Het is tijd voor de tweede aflevering van het fenomeen van de week. Laat even weten wat je vindt van die titel. Ik vind het in ieder geval keihard. Uh, Cristiano Ronaldo zien we. Owen. Oké, okay, ja, Cristiano Messi. Dat zijn de twee goals Die moeten we gewoon, gewoon kiezen, man. Owen, uh, ja, prima. Ciao, Cancelo trouwens. Een leuk kaartje. heeft vijf star skill moves voor het birthday kaartje. Dus op zich, ja, weet je, laat ik hem gewoon een keertje proberen. Ik heb nog nooit met hem gespeeld. We hebben Barnes gekozen. En daar is hij weer, hè. Tomori. Nou, dit is best wel een, een leuk lijstje van vijf centerbacks. Maar, ja, in plaats van dat voor Tomori ga, ga ik toch voor Pepe. Want Pepe en Ramos, weet je wel, Real Madrid duo. hè? dat was ziek. Uh, Lucas Leva zat ik naar te kijken. Tot zijn kaartje. Maar zijn pace is wel lacking. Dus dan gaan we toch voor Mandi. En dan is het nu tijd voor het fenomeen van de week. En dat is... Niemand minder dan Richarlison de Andrade. En ik twijfel altijd tussen Richarlison of Richarlison. De ene keer zeg ik Richarlison, de andere keer Richarlison. Het was een leuk rijtje trouwens. Ik kon nog kiezen uit Son en uh, Vardy volgens mij. Maar we gaan toch voor Richarlison. Ja, die stats jongens, echt bizar. For birthday, Lacazette heb ik er ook aan toegevoegd. Neymar is erbij gekomen. Uh, maar ja, die Lacazette, mm, ik weet niet man. Ik heb met hem gespeeld en ik vond hem niet zo hard. Mijn tegenstander, mijn eerste tegenstander heeft trouwens Salah Mares. Kaarten. En die Salah, brrr, dat, die gaat mij irriteren man. Die was de hele tijd aan het rennen en rennen en rennen en rennen en rennen. Maar goed, het gaat niet om Salah of Mahrez. Het gaat om deze kaart. Richard Lisson. kijk eens. Hij is lekker bezig. Lekker aan het beginnen. En ja, hij krijgt hem hier gelukkig mee. Maar dan doet hij dit. Hij schiet hem dwars door het net in. En die bal bleef maar stijgen. Hè? Wat een kracht zat daar aan. Die... En we gaan straks even kijken. Hè? Na twee wedstrijden... Kieken we even naar de kaart van Richarlison, want ja, zijn schotkracht moet wel 99 zijn. Ik rende naar, naar de camera. En wat ook wel grappig is, um, dat rennen naar de camera doet me denken aan, eh, dan ga ik al die Arsenal fans weer een beetje triggeren. Um, ik pest Renzo er ook altijd mee. Die celebration van, uh, hier trouwens de tweede goal van Richarlison, die celebration van uh, Adebayor. Adebayor namens Manchester City tegen Arsenal. Dat hij zo rende naar, naar, naar het uitpubliek. En dat hij zo op zijn knieën slijde. Ja, dat is echt... Die, dat is de beste celebration ooit. Gooi hem in FIFA. En we hebben hele korte, korte potjes in de weekend league. Want dan maak je mensen helemaal gek. Richardson heeft ondertussen al oh, een hat gescoord. Het is echt... Jongens, zo'n goede kaart. Dat is ongekend. En ik zei het al. Salah, die irriteert mij gewoon. Salah is... Uh, ja, die was heel vervelend. Maar... Het is een beest, jongens. Hij zet hier ook de aanval op. En ik weet, ik weet gewoon dat hij goed is. Want. Um, nou, ik was ook vooral benieuwd eigenlijk. Of deze nog veel beter is. Want ik heb. Vorig weekend, als het goed is, heb ik met de, de Shifter kaart van Richarlison gespeeld. Uh, trouwens, een goede Barbato spin hier van hem. Ja, weet je, het is een beetje een, een Ronaldo, maar hij mist alleen al 5-star skill moves. Als hij dat ook had. En hier trouwens, wat een composure. Uh, en wat top is die 5-star weakfoot ook hier. laat zijn spierballen zien, Richarlison. Hij heeft al 5 goals gemaakt. Blijft het bij 5 goals? Nee, nee, hij gaat er nog eentje maken. De laatste actie van de wedstrijd. En hij schiet gewoon first time. Dit is echt. Zijn finishing is ook. In de 16 is hij zo dodelijk. Zijn schotkracht. Finishing, composure, uh, Forza skill moves ook. Dat is natuurlijk wel lekker. Dus als je wilt schullen, kan dat. Hij krijgt de wedstrijdbal. Ja, en hij heeft een 10 verdiend. Het is meer dan verdiend. Zes goals in wedstrijd nummer 1. De tweede wedstrijd. Uh, hier ging ik wat mis met het opnemen. Dat is eigenlijk wel jammer. Want ook hier was hij on fire. Hij was fenomenaal. Ik laat even die goals zien. Ik krijg ook een goals tegen van Eusebio hier. Uh, de eerste goal die ik tegen kreeg was van Cristiano, als het goed is. Uh, even kijken. Ja, precies. Dat was die goal. Maar Richard die redt ons. We kwamen twee achter, 83 ste minuut, Drag backie. ja en zoals ik al zei, wat je zijn schotkracht, 5 star week weekvoet, echt. Die Richardson in de 16 is dodelijk. Ik laat nog even van dichtbij zien. Schaartje was leuk, dragback was leuk en oh ja, dat is ook ook lelijk. Die Barnes die dan in de weg staat, ja wat is dat voor AI dan? Afvallende AI. Best wel dom dat hij dat doet. Uh, Oké, okay, oh ja, het werd nog gevaarlijker. Ik kwam in minuut 86 kwam ik zelfs 3-2 achter. En het is zo belangrijk dat je niet verliest natuurlijk, want ja, hè, we zijn wel bezig met, met met de serie. We moeten wel gewoon die wedstrijden spelen, maar gelukkig, hè, naast Richarlison die de twee heeft gemaakt, hadden we ook nog Neymar, die letterlijk in de laatste minuut, in de extra tijd, nog even die, die gelijkmaker maakt, waardoor wij konden gaan schijnen Want Richarlison heeft de kans om zijn hat te maken en dat doet hij. Hij schiet hem door het midden. Hij is aan het vlammen. Boys, hoeveel goals maakt die man? Richarlison, wat een fenomenale spits. En ook dit. Dit vind ik de mooiste goal trouwens, van alle wedstrijden die ik uh, heb gespeeld. En sowieso tot nu toe al. Ja, echt. Ik, ik hou er gewoon van. Vollies vind ik zo belangrijk, want afgelopen Weekend schoot man, met links schoot hij naast, en ja, dat kostte me uiteindelijk mijn 30-0. Want ik heb dus 29-1 gehaald. Daardoor, Richardison schiet hem niet eens ja, helemaal in de hoek, maar fenomenaal. Echt fenomenaal. Echt, hij heeft zoveel goed. Hij staat in ieder geval na twee wedstrijden op 11 goals. We gaan even kijken naar de stats van Richardison de Andrade, jongens. 5 star weak foot, skill moest hij normaal work rate en. And... 1,81 lang. Hè? Hij heeft ook nog lengte. 95 pace. 91 physical. 91 physical. En 94 dribbling. Dat is voor een speler die 1,81 lang is. Wel stabiel. We gaan even kijken naar zijn balance. 83. En moet je nagaan. Ik zit, ik zit te denken. Hè? Om een keertje een motor, motorkaartje op hem te gooien. Want ik denk dat hij dan nog beter dribbelt. Lenigheid is goed. Dat heb ik bij Cristiano ook geprobeerd. Dat helpt ook wel. Uh, positionele aanval. Finishing 97. En ja hoor. Daar is hij. 99 schotkracht. Flair. Een technische dribbelaar. Ja. Rizardison is... Het, het is gewoon een beest, jongens. Echt, haal hem. Als je hem kunt halen, is een miljoen coins waard, volgens mij, op de Xbox. Misschien iets duurder op de PS4, want die prijzen verschillen. Dit is ook goed. Dit is ook heel erg goed, want hij, ja, tuurlijk, hij heeft natuurlijk het instinct van een spits. De loopacties zijn goed. En wat het mooie hieraan is, ja, die centerback probeerde hem te volgen. Maar ja, je kunt met links... En met rechts schieten. Dus ja, weet je welke kant ga je op? Ja, die die kan dat gewoon. Het is een fenomeen. En hier gaat hij ook weer op avontuur. Hij is weg. En dan schiet hij hem in de korte hoek raak. Weliswaar binnenkant paal. Maar een goal is een goal. En dan heeft hij tot nu toe. Hè? Tot nu toe 13 doelpunten gemaakt. En we zijn nog niet eens klaar, dames en heren. We zijn nog niet eens klaar. Hij had een assist kunnen geven. Maar hij doet dit: hij gaat voor eigen succes. Hij doet een dragback. Nog eentje terug. Ja, de verdediger het bos in. En dan is het in de korte hoek raak. Dan heeft hij. Dan heeft hij. Jawel, 14 doelpunten op zijn naam staan. Maar nogmaals, dames en heren. Hij is warm. Hij is los. Keeper voorbij gespeeld. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, Campbell. Mm, mm. Nee, nog even een balrolletje. En dan maakt hij hem, jongens. Oh, ongekend, ongekend. 15 doelpunten. 15 golazos. Mijn tegenstander is het zat. In deze wedstrijd 4 goals. Maar liefst 4 goals van Richarlison. Mijn tegenstander is het zat. 81 minuten. Hij kreeg zelfs nog rood. En hij is er vandoor. Op naar Racequid City. Dan hebben we tot nu toe, na 3 wedstrijden, hebben wij... Mm-hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Veel goals gemaakt. Veel goals gemaakt. Dit is het laatste team. Ergeve Malcolm. En Ergeve uh, Significa, de uh, baas. En Español. In het Spaans. Dus vind ik ook wel een leuke naam die hij heeft. We hebben even Messi in de spits gezet naast Rishardison. En ik had het over het mooiste doelpunt dat hij heeft gemaakt. Maar hier komt ook wel een mooie goal. En kijk, hoe, kijk, hoe, kijk, hoe, kijk, hoe, kijk hoe die draait. Die kan je toch van genieten man. Is dat dan die draft gameplay vergeleken met de weekend league? Want ja, die service is echt dramatisch altijd. Of is het gewoon puur ja, de ene wedstrijd is het, speelt het lekker. En de ander was het niet. Richarlison rent naar de camera toe. Ja, zoals ik al zei aan het begin van deze video. Uh, de celebration van Adebayor tegen, tegen Arsenal namens Manchester City. Fey, no, no. Ik kan ervan genieten, jongens. Mensen, we zijn nog niet klaar. Uh, weliswaar heel erg gelukkig. Richarlison blijft fysiek wel sterk. Hij maakt een fout door hem dan weer in te spelen. Maar we maken de tweede goal van de wedstrijd. En dat betekent... Dat we er weer twee goaltjes bij tellen. En dan is dit de celebration van Richarlison. Ik weet niet, is dit zijn signature celebration? Doet hij in, dit in het echt ook? Laat even weten in de comments. Mijn tegenstander is er vandoor. Rage Quit City. Weer een 9 voor Richarlison. En Richa, dan heeft hij 17 goals gemaakt. In vier wedstrijden. Ik laat nog even deze zieke goal zien hoe hij dan draaide. Neymar met de goede pas En dan schiet hij hem goed binnen. Vooral zijn finishing, jongens. De finishing van Richard Lisson is echt, echt, echt stabiel, man. Als ik met hem in de 16 kom, dan weet ik gewoon dat het raak is. Ik vertrouw hem gewoon. Hij schiet hem door de net heen. 99 schotkracht, hè. Laat het even, even binnenkomen. Besef het even. Oké, okay, we hebben, even kijken, 12, 16, 18 goals gemaakt. 18 doelpunten gemaakt, waarvan 17 door Richarlison zijn gemaakt. Eén goal moest Neymar maken, zodat ik de draft niet verloor. Uh, ja, het is echt het is gewoon bizar, die stats. En we hebben volgens mij één goal per wedstrijd gemaakt, de gemiddelde. Uh, dit zijn de rewards. Zeldzaam goudpakket, twee maal. Ja, we hebben zes pakketjes. Ik ga er wel één of twee openen. Maar, nee, ik ga ze allemaal openen, maar waarschijnlijk zal er maar eentje zijn waar je borden krijgt. En de rest is natuurlijk helemaal niks, hè? zoals we het altijd kennen. This is is, it, is six, Jaden uh, ja, tuurlijk, het niet ziek, jongens? Jadon Sancho. En ja, natuurlijk, het zijn borden. Het is een Natuurlijk, geen walcott Danino Pereira. En nou, laatste zeldzaam goudpakketje. Ik heb wel eens mensen gezien en gehoord die dan hier iets heel uitpakten. Dus ja, weet je, aan de ene kant heb ik zoiets van: ik wil ze liever niet open. Maar dan openen. Maar aan de andere kant denk ik van wie je weet maar nooit. You never know. Oké, Oké, nou grappig. Interessant, interessant. Dames en heren. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik vond het in ieder geval tof om te doen. Shout out naar Richardson de Andrade. Hij is absoluut een aanrader. En vanavond, vanavond half 8 of 8 uur, afhankelijk van hoe laat ik eet, ben ik live. Want dan gaan we weer squat beelden. Samen met kijkers. Met behulp van kijkers. Ik heb jullie hulp nodig. We gaan een nieuw team bouwen. Waar we gewoon heel veel zin in hebben. Om in ieder geval 30-0 te gaan hitten. In de Weekend League. Zorg dat je erbij bent. Komt met je tips. Met je inspiratie. Inspireer me eventjes. We gaan, we gaan wat Premier League Tots. Ook in mijn team gooien. En we hebben natuurlijk de rewards die eraan komen. Eind van deze week. Mensen. Uh, ik heb genoeg gepraat. Droge mond alles. Abonneren kan zeker. Je kunt mij enorm helpen. We zijn hard op weg. Laten we pushen. Naar die 75.000 abonnees. Let's get it. Notificaties kun je natuurlijk aanzetten. En je kunt mij volgen op Instagram. Aristot en Zodat je niets meer. Van mijn weekend league post, dagelijks leven. Ik doe gewoon leuke dingen. Volg me daar. Er tot een doen. Duimpje omhoog. Vergeet dat niet te doen. En dan zie ik jullie vanavond bij de livestream. Het wordt gezellig. Zoals altijd zeg ik: do relaxed. Rustig aan. Ciao, ciao.